Wij zijn van mening, de 10e editie moet echt een feest worden. Een feest voor de hele gemeenschap. En ja, op deze manier vinden wij dat niet passend. De organisatie heeft lang getwijfeld, maar moest uiteindelijk dat vervelende besluit nemen. Beuningen on IJs gaat dit jaar niet door. Nou, het gaat niet door en daar hebben we heel lang over nagedacht. Omdat wij toch te veel beperkingen zien vanwege alle coronamaatregelen. Iedereen is welkom bij Beuningen on IJs. Dat is ook wel onze doelstelling, hè? Van 0 tot 100 jaar. En ouder zelfs. Staat die deur altijd open. Alleen ja, nu moeten wij dus iedereen gaan controleren. Hoe gaan we dat allemaal doen? En uiteindelijk hebben we gezegd, ja, wij gaan het niet door laten gaan, helaas. Sommige andere winterevenementen in de regio gaan wel door, zoals Druten Winter Village. Dat is natuurlijk hun keuze en dan vinden wij ook prima dat het daar wel doorgaat. En Druten staat natuurlijk ook voor allerlei uitdagingen, ook de uitdagingen die wij hebben. Wat betreft de financiën is het afgelasten van het schaatsevenement geen ramp. We hebben al onze leveranciers en partijen waarmee wij al jaren samenwerken op tijd kunnen informeren dat het niet doorging. Dus wij zijn nergens iets financieels aangegaan. De financiële consequentie daartegenover kan zijn, en daarover hebben wij ook gesproken met diverse instanties, dat bijvoorbeeld de eerste week is de schoolschaatsweek bij ons. Komen er ruim 2000 kinderen bij ons schaatsen. Hartstikke gezellige week. Maar stel dat daar toch iets van corona zou uitbreken, midden in de week, ik noem maar een voorbeeld, dat wij daar de volgende dag mee geconfronteerd worden en dat de tent op slot gaat vanwege de GGD en gemeente, ja, dan zitten wij wel met een gigantische financiële strop. Voor de jubileumeditie van volgend jaar zijn grote plannen. Maar het is nog maar de vraag waar het evenement dan kan plaatsvinden. We staan hier op een leeg afstoomterrein, er zijn ook bouwplannen hier. Wij zijn in gesprek met de gemeente, volgende week zitten we met hun om de tafel. En we hebben de wens uitgesproken om de 10e editie wel hier te mogen organiseren. In het hart van Beuningen, waar wij vinden dat Beuningen on IJs ook thuis hoort. En wij hopen op groen licht dan van de gemeente. Al verwachten wij dat we dat volgende week niet zullen krijgen. Maar wellicht volgend jaar, februari, maart wel. Want die tijd hebben we keihard nodig om een evenement als Beuningen on IJs te organiseren.